Mooi, hè? De zoete puntpaprika's. Ik heb ze gezaaid in februari. En zie dus, ze geven de eerste vruchten. Top. Er zijn planten in mijn tuin die er niet zo gezond aan toe zijn. De kooltjes bijvoorbeeld. Die hebben last van rupsen. Ja, hier gebeurt het allemaal. Dit is zo'n beetje de horror scene van dit moment. Het is een aantasting van rupsen. En die rupsen die gaan er eigenlijk voor zorgen dat uw koolbladeren aangevreten worden. Dit is bijvoorbeeld een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Hè, van rupsen die dus echte koolbladen aan het aanvreten zijn. Je ziet, ze zitten met hopen op elkaar. En ze kunnen dus echt in een... in een paar dagen tijd of in een dag tijd hele bladeren gaan opeten, waardoor dat je eigenlijk je bladkolen, voornamelijk dan je bladkolen, niet meer kunt gaan opeten. Ah ja, als je geen bladeren hebt, dan kun je ze ook niet opeten. Hè. Dus eigenlijk, en ik heb het al vaak gezegd, dit is zo'n beetje mijn proeftuin voor jullie. Hè. Dus ik wil jullie echt laten zien wat er eigenlijk gebeurt als je ze niet afdekt met een insectengaas of zo. Dan krijg je dus echt wel dit. Hè. Dit is echt het voorbeeld van rupsen die dus alles aan het aanvreten zijn. Hè. Ik zeg altijd, als het de slakken niet zijn die het gedaan hebben, dan zullen het ook wel rupsen zijn die die heel hun tuin om zeep helpen. Die rupsen die komen hier natuurlijk niet zomaar. Hè. Ze zijn hier gebracht, de eitjes zijn hier afgezet door vlinders. En de bekendste, dat is natuurlijk het koolwitje, hè. De witte vlinder, het grote of het kleine koolwitje. Die gaan dus eigenlijk hun eitjes afzetten aan de onderkant van de bladeren, waar na een paar dagen al rupsen gaan ontpoppen. Hè. Dus die rupsen hebben in het begin vreselijk een honger, omdat ze natuurlijk heel fel en heel snel moeten groeien. En daarom gaan ze dus de kooltjes gaan opeten. Wat kun je er tegen doen? Ja, eigenlijk vooral een preventieve behandeling. Je moet het probleem gaan aanpakken als het er nog niet is. En daarmee bedoel ik, en dat is eigenlijk mijn grootste tip die ik jullie kan meegeven, dat is het bedekken, het afdekken met een insectengaas. Dat is echt heel erg belangrijk. Dus van het moment dat je ze hebt geplant, is het echt belangrijk om ze te gaan afdekken met zo'n heel fijn insectengaas, omdat de vlinder, het koolwitje bijvoorbeeld, daar dan haar eitjes niet kan gaan op afzetten. Dus je beschermt eigenlijk de planten van de vlinder. De vlinder kan er niet aan. Maar heb je dus, zoals ik nu, last van rupsen al op dit moment, want dat wil zeggen dat de vlinder dus er wel in geslaagd is om eitjes af te zetten bij de bladeren, dan kun je ze beter meteen aan de kippen voeren bijvoorbeeld. Of gewoon al alle aangetaste bladeren weghalen, zodanig dat er al geen rupsen niet meer op zitten. Zoveel mogelijk afhalen. Vogels zijn ook heel erg belangrijk. Je moet er echt voor zorgen dat je een goede biotoop maakt voor die beestjes in je tuin, want die voeren tot 1,5 kilo aan rupsen, onder andere, aan hun jongen per nest. Dus dat is behoorlijk veel en die kunnen daar wel weg mee. Dus zorg voor een goede omgeving voor de natuurlijke vijanden van die rupsen en dan kan je al heel veel voorkomen. En beter nog, probeer het gewoon echt preventief te voorkomen door een insectengaas over de kooltjes aan te spannen. Er zijn trouwens een paar stadia waarin die rupsen verkeren. Dus ze gaan eigenlijk, als ze pas uit het ei zijn, zijn ze natuurlijk nog klein. Dat is logisch ook. En hier zie je dat duidelijk. Hier is echt het begin van een aantasting. Hier zijn de rupsen echt nog heel klein, net uit het ei vermoed ik. En dus gaan ze ook minder schade berokkenen. Dus het is echt de bedoeling om zo vroeg mogelijk die aantasting aan te pakken, die rupsen weg te halen, het blad dus noods weg te halen. En aan de kippen te voeren bijvoorbeeld. Want dan, kijk, dat is de boosdoener. Hè? Dus dat is het koolwitje, hè? Die er eigenlijk voor gaat zorgen dat we dat we last hebben van rupsen. Maar dus eerst kleine rupsen. En dan ga je zien dat we in een volgend stadia dikkere rupsen krijgen, grotere rupsen. En dat zijn rupsen die al ferm goed gegeten hebben. Buikske rond hebben gegeten, die goed aan het groeien zijn en die dus in geen tijd de rest van de plant gaan opeten. Dus weghalen zo rap mogelijk om meer schade te voorkomen. Voilà,
Dit zijn ze dan, de boosdoeners. Zij gaan ervoor zorgen dat onze kooltjes gaten in de bladeren krijgen. Maar laat het een troost zijn, het hoeft niet meteen het einde van de teelt te betekenen. Haal alles weg en dan kun je erger voorkomen. Wil je meer informatie, ga dan naar angelodarnie.be. Wil je meer afleveringen bekijken, ga dan naar tv.angelodarnie.be. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao en nu een massamoord plegen.